Volgende partij is een nieuwe Nederlandse partij. Afgesloten over 3 ronden van 1,5 minuut. Vechter vanuit de blauwe hoek van Sportschool Volkink. En zijn naam is Patrick Lindemann. Zich afspelen tussen Inan Erol van Patrick en de partij tegen Patrick Lindenhof van Fullkick. En dan is hij. Geef hem een applaus, dames en heren. Patrick Lindenhof. En dan zijn tegenstander, vechten vanuit de rode hoek van Anatomie Patrick. En zijn naam is Inan Erol. En nogmaals, het betreft hier de nieuwelingenklasse. Dus afgesloten over 3 ronden van 1,5 minuut. En met niet te veel vaseline gebruik bedoel je dat de vaseline alleen maar gesmeerd mag worden op het gezicht, hè? Het gelaat. Ja. En niet op de borst, wat je soms wel eens bij vechters ziet, of op de schouders, maar echt alleen maar in het gezicht. Ja, en ook geen taaiolie. Het zou op de handschoenen komen. En brand daar in de ogen. Bruno Carvalho uit Portugal, Robin van Roosmalen en Tariq El Idrissi dus vervangen door Henry van Opstal van Albert Kruis. 21 maart, Vechtsebaan, Utrecht. Tweede ronde. Zien in de nieuwelingenklasse dat de verdeling van de krachten heel erg moeilijk is om het over de hele ronde te verdelen. In het begin van de ronde geeft iemand heel veel. En dan zie je toch dat de vermoeidheid toe gaat slaan halverwege de ronde. Maar hij heeft wel goed gewerkt in de eerste ronde. Terwijl hij wel degene is die achteruit werkt, blijft hij toch zijn punten scoren. Als ik dan kijk, is de tegenstander van Inan een stuk ouder. Ik weet niet hoe oud Inan is. Ken je dat? 19.
En zijn tegenstander 38. Respect. Peter is van deze ronde toch duidelijk op zijn naam moeten zetten, wil hij deze partij nog kunnen winnen. Wat plaatsvindt op 21 maart in de Vechtsebaan in Utrecht. De reden dat Tarik El Drissi uit het toernooi heeft moeten stappen is vanwege zijn schenen. Ja, de laatste partij heeft de scheenbeen. De scheenbeen blijft. En nu is het probleem. Ja, heel erg jammer. Heel veel. Maar een goede vervanger. Ja.